Hij is een van de rijkste mensen op aarde en stopte miljarden in democratische en progressieve doelen over de hele wereld. Maar tegelijkertijd wordt hij gezien als evil mastermind achter een globale samenzwering. Wie is miljardair-filantroop George Soros en waarom komt hij in zoveel complottheorieën voor? Wealthy, liberal, billionaire who wants to take away your Second Amendment right. He wants to break down the fundamental values of our society. George Soros is highest level deep state. George Soros werd in Hongarije geboren in een Joods gezin in 1930. Hij overleefde als kind de Holocaust en week op zijn 17e uit naar Londen. Soros bouwde een enorm vermogen op door als beurshandelaar te beleggen en te speculeren op Wall Street. Een deel van zijn fortuin verdiende hij op controversiële wijze toen hij in 1992 tegen de Britse pond speculeerde. Hij maakte 1 miljard winst en de Britten moesten de munt devalueren. The pound plunges again. May I remind you of one George Soros who made £1 billion when sterling crashed out of the exchange rate mechanism. In het Verenigd Koninkrijk staat hij nog altijd bekend als the man who broke the Bank of England. And the pound was forced out of the European exchange rate mechanism. Soros zet nu zijn fortuin in om over de hele wereld projecten te steunen die democratie en mensenrechten bevorderen. Eerst in Hongarije en inmiddels in 120 landen. Toen in 2015 de migratiecrisis in Europa ontstond, pleitte Soros voor een beter vluchtelingenbeleid. Billionaire George Soros says he's investing $500 million to startups founded by refugees. Dit was olie op het vuur voor rechtse politici die hun grenzen juist probeerden te beschermen. The migrants want access to a transit camp where they can register as refugees. Is George Soros loony enough to think that an open border world, a borderless world, where ISIS could move wherever they want with any problem, is a safe world, is a good thing? Is he that crazy? Conservatieve leiders zien Soros als een gevaarlijke linkse bedreiging en beschuldigen hem onder meer van financiering van gewelddadige demonstraties. Done with people like you. I have an opinion. He'll go to a person holding a sign who gets paid by Soros or somebody. Right? That's what happens. Wat is eigenlijk de invloed van Soros in Nederland? Dat is volgens mij nooit grondig onderzocht. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2015 spendeerde de Hongaarse president Viktor Orbán miljoenen om zijn land vol te hangen met anti-Soros posters. Ik vraag mensenrechtenactiviste Nora Koves waarom Orbán dat deed. George Soros was basically everything what Orbán opposed. So Soros has been supporting the open society, the critical thinking, multiculturalism, which is basically the exact opposite of what Orbán represents. His desire is this illiberal nation state. They needed a scapegoat, a person who could be the face of all this hate campaign. Wherever you went, whatever you watched, whatever you heard, it was just this campaign. A half year after, 40% of the people said that they believe that Soros has this action plan to ruin the country. This is how these conspiracy theories are built. The lack of knowledge and then the immense manipulation campaign. Dit was niet alleen een politieke haatcampagne. Er wordt ook gespeeld met een oude antisemitische theorie waarin rijke Joden in het geheim tegen de christelijke samenleving ageren. It definitely has some antisemitism rhetoric, which is very harmful in itself. So this picture that the wealthy Jews are somehow controlling the world behind, this is a very harsh antisemitic rhetoric. Ik praat met Maarten Reinders, die zich al jaren in complottheorieën verdiept. Eigenlijk zijn het al hele oude complottheorieën. Überhaupt over Joden natuurlijk, die gaan al eeuwen terug. Dat Joden zouden samenspannen om wereldheerschappijen te verwerven. En dat is wat Soros nu parten speelt. Het hele idee van, oh ja, hier is iemand die de macht probeert over te nemen en ons allemaal tegen elkaar wil uitspelen. En daarnaast is natuurlijk het idee dat er een soort van geheime elite is van mensen die we niet zo goed kennen als regeringsleiders, maar die elite die achter de schermen wel aan de touwtjes trekt. En dat is natuurlijk ook wat over Soros wordt gezegd. Herkenbaar? Ging de antisemitische propaganda van de nazi's niet ook over een geheime Joodse samenzwering? Is dat kwalijk?
Ja, vind ik wel kwalijk. Ook omdat je denk ik in het verleden hebt gezien waar dit soort complottheorieën toe kunnen leiden. Waar dat toe kan leiden, zagen we bij een schietpartij in Pittsburgh. The suspect in today's mass shooting at the Tree of Life synagogue in Pittsburgh had an extensive anti-Semitic, anti-Jewish digital footprint. Uit de online zoekgeschiedenis van de schutter bleek de naam George Soros in combinatie met complottheorieën veelvuldig voor te komen. Antisemitism was a fuel. It was a kind of fueled other hate speech that this suspect was posting. De verhalen over Soros laten zien hoe oude mythes steeds weer opnieuw gebruikt worden. En dat verhalen die niet kloppen, als invloedrijke mensen ze maar vaak genoeg herhalen, uiteindelijk vanzelf geloofd worden. George Soros, I believe, is paying all these people.